Yo, mijn naam is Kelvin. Het is 4 uur, het is dinsdag en dat betekent een nieuwe video samen met... mij, Jose. Let's go. Yo, ik zit hier samen met de parasiet van YouTube. Joost, tegenwoordig te vinden op elk fucking kanaal. Ja, dat is wel tof eigenlijk. Met dank. Aan mijn buurt, ik wil ook mijn buurt bedanken. Wij hebben een ding. Mensen op het internet vinden het vaak belangrijk en leuk om ons eraan te herinneren dat we misschien een beetje op elkaar lijken, terwijl ik het niet begrijp. Omdat jouw wenkbrauwen fucking 10 keer zo groot zijn. Je zou er niet over beginnen. Mijn huis, mijn leven, mag doen wat ik wil. Wij niet eens in jouw huis, alleen in de studio. Jongen, de mensen denken toch dat... Oh, ze denken de huiselijke sfeer. Mensen zeggen altijd, jongens, jullie zijn tweeling, want jullie lijken op elkaar. Dat is niet waar. Maar we hebben wel zelf pet. Moet ik hem pakken? Dat was de cue dat jullie pet moest pakken. Oké. Maar vandaag gaan we de ultieme test doen. Wij gaan kijken, omdat Joost en ik blijkbaar volgens jullie broeders zijn, gaan wij checken of wij op een of andere manier een telekinetische band hebben door een aantal testjes. En die heb ik zelf bedacht. Dus echt waarheidsgetrouw. Dus voor het lachen. Laten we beginnen met nummer 1. Dat doe je meestal, maar. Heb jij op een of andere manier nou een reden om grappiger te doen dan ik? Dit is nog steeds mijn video. Sorry, kijk van de Frikandel vlog. Het spijt me gewoon. Ik ben hier met Kevin en het is... Frikandel vlog? Ben je serieus? Dat je dezelfde pet koopt als ik. Ik heb hem gewonnen, oké? Ja, zelfs onder mijn video's mensen... Wow. Heb je die pet van Kelvin gestolen? Ja, gestolen. Binnenkort op mijn kanaal inbreken bij... Maar jij hebt een zwarte pet, dat is wel zo. Goed, we gaan beginnen. Ik heb test 1. We doen 5 testen. En als we 3 van de 5, als we hem halen, dan zijn we verbonden. Oké. Okay. De geesten. Test 1 is, pak je telefoon. Nee, de telefoon is daar. Ja, sorry. Pak hem, hij is uit. Maar hoe kunnen we dan in godsnaam deze test doen? Ja, jij komt met je stomme test hier in mijn buurt. Hallo, het is volgens mij nog steeds mijn buurt. 7%. Test 1 is een aantocht. Joost en ik pakken allebei onze timer. Dat is deze. Het is een stopwatch. We gaan hem op een gegeven moment gewoon starten. Daar staat stopwatch, mijn hol. Oh, ik dacht dat ik mijn wekker instellen. Dan word ik niet op tijd wakker. Deze video is zo saai. We gaan de stopwatch aanzetten. En wij moeten binnen 1 minuut moeten we ergens op stop drukken. Maar we mogen niet aan elkaar laten zien. We kunnen niet beter zo zitten. Ja, maar dan kan ik toch kijken? Nee, als jij dan ook zo gaat zitten, kun je toch niet kijken? Deze man. Ja, zijn we klaar? Binnen 1 minuut, hè? Moet je al zo gaan zitten? Ja, maar ik ben toch nog aan het uitleggen. Op 3, 2, 1, dan klinken we erop, oké? Oké. 3, 2, 1. Gaat het werken? Ja, gaat het. Je moet sowieso wachten tot 60 seconden, hè? Je mag wel eerder klikken, maar we moeten sowieso... Dat gaat met de pet erboven. Oké, dan. Joost? Ja. Heb je al gekeken? Ja, al lang. Oké, goed zo. Ik ook. Dames en heren, de kans is vrij klein dat wij op exact hetzelfde moment op stop hebben gedrukt. En toch heb ik vertrouwen. Ja, ik heb ook vertrouwen. Waarin? In dat we het fucking verbonden zijn. Laat zien dan wanneer je hebt gestopt. 7 seconden. Fucking smerige dude. Ik ben 37. Toch is dat wel... Ja, allebei 7! Oh. 7. Ja, allebei 7. Dat is oprecht wel nice. Je wist dat ik je ging flashen, hè? Ja, daarom. Zullen we door naar vol? Ja, is goed. Oké. Test 2. Om te kijken of wij telekinetisch verbonden zijn. Ik heb hier, voor jou, een lepel en een vork. En wat je doet, is je doet dit. En dan ombuigt hij. Hé, jongen, dat is mijn lepel. We doen het als volgt. We gaan tegenover. We gaan zo. Wacht, wacht, echt. Hoe vreemd is dat? Ik dacht, Uri Geller kan het alleen maar. Ik dacht, hoe doet hij dat? Ik kan gewoon... Hallo, die man heeft een carrière gebouwd hiermee. Jij vindt het gek, jij vindt het normaal. Ik vind Uri Geller echt een sukkel. Hey. Lepelvork. Snap je hoe dit gaat? Ik vond net die Pokémon, Elke Sam. Goeie. Dus wij gaan onze ogen dicht doen. En als we onze ogen dicht doen, dan kiezen wij een moment om één van deze twee tegen de andermans wang aan te houden. En dan gaan we kijken of allebei de lepel of allebei de vork hebben gedaan. Oké. Okay. Snap je? Ja. En als we allebei de lepel hebben gedaan, dan is het wetenschappelijk bewezen dat wij verbonden zijn. Dan gaan we nu gewoon allebei de lepel doen. Nee, maar ik had toch straks op de vork? Je kan toch kiezen? Moeilijk, hè? Oké, klaar voor. Ogen dicht. Echt, je hou je ogen dicht, hè? Oké, je moet je hoofd wel richting mij, anders weet ik niet waar ik hem op moet leggen. Komt-ie. Ik heb mijn ogen dicht. Dat is zachtjes, hè? Wacht even, ik ga ze even omwisselen. Gaan we even, hou je ogen dicht. Ga even omwisselen. Zodat we niet... 3, 2, 1. Jij moet ook bij mij, jongen. We komen toch aan. Waar is jouw hoofd? Voort dan, we gaan voort dan. Oké. Okay. Waar is jouw hoofd? Hier. Hier. Oh, daar. Joost? Ja. Gooi je andere hand op de grond, dat ding. Ja. Gaan we ogen open doen? Ja. Ja! Nu gaan we lepelen. Dat was wel sick. Dus test 2 hebben we... Hoeven we dan test helemaal niet meer te doen? Ja dan. Oké. Okay. Dames en heren, test 3 is erg belangrijk, want hij heeft een kreeft. En nog iets. Joost heeft 3 van zijn favoriete dingen meegenomen, waaronder deze. Wat doen jullie hiermee? Hier? Jongen, dat is toch jouw fles water? Komt hij binnen, Kel, kun je deze even vullen? Want ik moet straks weer naar huis. Oh ja, ik kom speciaal hier naartoe. Ja, ik ben vanuit Friesland.
parfume, rare fles. Nee. Nee, het is een kroon, omdat ik gewoon king ben. De koning van de slechte grappen, ja. Smerig. En een kreeft. Dat is mijn sterrenbeeld bijna, schorpioen. En het ding is als volgt. We houden eens even zo voor ons. En ik tel het van 1 van 3 tot 0. Geef me, weet je hoe het gaat? Tot 0 tot 1. Tot 0. Niet tot en met. Nee, tot 0. Dus 3, 2, 1. Nog 0. Nee, niet 0. Nee. 0. Snap je? 3, 2, 1, kreeft. Oké, dus ik moet het allebei kreeft zeggen. Nee! We moeten één van de voorwerpen zeggen. Ja, oké. Als we allebei hetzelfde zeggen. Ja. Volgens mij is het dan best wel duidelijk. Zoals jij zegt, pittig. Pittig duidelijk. Sinds wanneer heb ik het woord pittig toegeëigend? Nou ja, dat KUD kwam ermee. Jij ging het zeggen. Als ik het nu zeg. Je stelt dit niet van Kelvin! Stil alles van Kelvin. Zelfs de pet. Ah, de blonde lokken, joh. Zelfs de humor ernaar. Dit is fles. Dit is kroon. Dit is kreeft. Oké, ben ik klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Fles! Dit kan niet, dit kan geen toeval zijn. We hadden een lastige start, maar dit gaat toch wel echt al een bepaalde kant op. Waarvan ik denk, ja, ah, dit is niet net. Nee, als ik een van mij zou, was ik je zusje. Zo door? Ja, is goed. Boy, pants, arkiesje. Test 4 is het volgende. Wij gaan met ons hoofd dicht in de camera, zoals nu. Ja. En we doen allemaal ons hoofd dicht. Ja. En op een bepaald moment zeg ik ja. En dan leg je je hand ergens op je hoofd. Ja. Waar, dat moet je zelf bepalen. Als wij allebei op exact dezelfde plek onze hand neerleggen, dan is het volgens mij wederom vrij duidelijk dat wij op een of andere manier verbonden zijn met elkaar. Goed zo. Heb je ogen dicht? Ja. Nee. Oh, nee, ja, nee, pak ook, jij nee, ook. Ik moet toch checken? Ja, ik moet ook checken, want ik vertrouw je niet. Okay. Telekinetisch, hé. Hey. Ja, oh, dat is wat. Oké, nee, dan gaan we echt. Echt ogen. Oké, we gaan mijn ogen nu dicht. Ik zeg gewoon, ga met ja, dan leggen we onze. Heb je al bedacht waar je hand op gaat leggen? Ja. Oké, dat is het. Ik ben even aan mijn neus aan het krabben. Op je neus ligt het. Fuck. Klaar voor? Ja. En. Ja. Oké, en we gaan over. Dit was oprecht best wel goed. Ja, al bij tanden. We zaten allebei in dezelfde regio. Regio, Noord. Ja, gozer. Waarom juichen we niet? Ja, waarom juichen we niet? Dit was best wel. Weet je hoeveel mogelijkheden er. Je hebt één hulde, gewoon hier en hier. En wij zijn gewoon allebei daar. Dat is wel nice. Best wel hetero, dat allebei al zo'n mond kies. Ben je klaar voor de laatste? Dames en heren, we hebben nog één. De allerlaatste. En als we deze hebben, dan is het duidelijk. Dan is het overduidelijk. We moeten een getal zeggen tussen de 1 en de 10. Nou, het kan zeg maar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 zijn. Als wij allebei, ik zeg allebei, hetzelfde getal zeggen, dan zijn wij brothers. Klaar? Ja, ik voel me best wel cool eigenlijk. Jongen, weet je wel hoe fucking belangrijk dit is? Nee. Dit gaat verifiëren wat elke kijker het over het afgelopen half jaar al denkt. Als iedereen mij kent, waarom abonneren jullie dan niet, hè? Waarom heb ik geen miljoenen zoals Kelvin? Ik zei nog, nee, sorry, hij heet Kevin. Blijf het gezeik. Oh! Ja, ben je klaar? Ik vind het te ziek spannend, Joost. We gaan tellen. Nee, we gaan. En gaan aftellen, that's it. Dat is echt mijn getal, dan is de video klaar. Dit is gewoon een hele video, jullie kijken echt naar niks. Ik ben op even meer mijn kanaal in een negatief daglicht te zetten. Zonnetje schijnt. 3, 2, 1, 6! Ja! Ik had een hoger getal. Ja? Nee, maar het ging niet om niet de hoogste was. Hoe is het hetzelfde zeggen? Nee, krijg je niet een tweede kans? Nee! Ik had vet geoefend hiervoor, ja, man. Je hebt het hard verneukt. Man, zoals jij zeggen, man! Dat vind ik niet leuk! Dat vind ik gewoon niet leuk! Maar we hebben het dan wel niet gehaald. We hebben het verneukt. Nou, we hebben er 3 van de 5. Dus als je teruggaat naar de Kelvin van het begin van deze video, dan hebben we het gehaald. Dus nu mogen we wel blij zijn. Ja. Nee, maar ik ben oprecht wel trots op ons. Ja, best goed wel. Dat was de video van vandaag. Ik hoop dat jullie het op een of andere manier van genoten hebben. Wil je Joost vaker zien? Dat kan. Dan moet je even terugspoelen naar het begin. Kun je het filmpje nog een keer kijken? Zie hem nog een keer. Als je kunt ook op 0 drukken op je toetsenbord. Echt? Ja. Dat weet je echt wel. Je kunt ook op J drukken, heel vaak op J. En ga je terug naar het begin. Je kunt ook heel vaak op K drukken en dan gebeurt er niks. Jawel, dan stopt de video. Echt? Ja. Zo van. Iedereen achter de computer doet het nu. Deze parasiet die wil zichzelf nog even promoten. Oh! Ik zie een YouTube video, ik wil een groot kanaal. Nou, kom maar hoor, doe maar. Weet je, soms kom je op een punt in het leven dat je soms moet zeggen: Oké, ik aanvaard alle negativiteit. Is prima, is hartstikke mooi. Je moment om te shine heb je nu verneukt met een gare leven zeg. Nou, Joost, wil je naar Joost op YouTube zien? Dat kan, hij heeft ook een YouTube kanaal genaamd 1-0 Joost. Ja. Klopt. En dan maakt hij allemaal gekke dingen en zo, en dan vind je allemaal leuk. Wil je mij nog volgen? Dat kan. Op @Kalvijn, op Instagram en Twitter en Snapchat en al die andere meuk. Vergeet niet te abonneren, dat ook. Ga je dit echt doen? Ja, mag het? Ja, tuurlijk. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doei. Je luistertje, kijk nog even. Oh, nee! Pak ze, Jimmy.
Het is voor mij echt tijd om in een in mijn prinsen outfit deze eenhoorn te gaan versieren. Ah, een dunker, een driepunter. Met toch met de beste basketballer. Met toch met de beste basketballer.